Hoi, een van de meest gevraagde video's ever is mijn make-up stash. En ik had gezegd van ik doe hem echt waar zodra alles een beetje opgeruimd is zoals het hoort. Het is nog steeds niet helemaal hoe ik het wil hebben eigenlijk. Maar omdat zoveel mensen het massaal vragen, ga ik het gewoon doen. Ik heb het even geprobeerd op statief. Om het zeg maar recht te houden en niet te... Maar ik merk gewoon, je ziet dan niet alles zoals het hoort. Het is echt niet zo boeiend. Ik heb een heleboel dingen weggedaan, maar het is echt niet zo bijzonder. Maar omdat jullie het vragen, let's go! Mijn make-up stash staat hier. In de kamer. Ik heb dit ladekastje heb ik van Francesca overgenomen. Klinkt heel raar, maar... Dat was eigenlijk eerst haar kleding, spul, section, ding. Maar aangezien zij nu een grotere kledingkast heeft, kan ik deze nemen. En ik begin gewoon even daar. Dat is mijn opgemaakt tas. Daaronder, daar. Ik heb nog even geen kwastenhouder. Ik moet er nog steeds één kopen. Echt heel slecht. Maar ik moet er nog steeds één kopen. Maar goed, daar heb ik dus even mijn kwasten in. Zodat ze veilig en stofvrij blijven. Dan heb ik hier mijn parfum. Ik hoop dat je dat goed kan zien hoor jongens. Het is echt een beetje slecht weer vandaag. Dus ik doe het even zo. Mijn parfum en ook die van Hielke trouwens. Als je hier trouwens uitgebreid iets van wil zien. Dan moet je het even zeggen. Dan maak ik even een parfum stash. Dit was eerst altijd mijn everyday bakje, maar dat is dus niet meer zo. Hier ligt echt zooi in. Echt even gewoon zooi. Dingen die ik nog moet reviewen, weet ik veel het allemaal. Zooi. Er ligt een pen die er niet hoort. En dan beginnen we met laadje 1. Laadje 1 heb ik gevuld met foundations en bronzers en... concealers, blushes, allemaal een beetje gezichtsproducten. Hier heb ik allemaal foundations een beetje liggen. Foundation, oh dit is een bronzer, oké. Hier liggen wat concealers. Zoals ik al zei, ik moet eigenlijk van die bakjes kopen nog. Even kijken, hier liggen voornamelijk blushes. Ik ben dol op blush, ik heb zoveel blushes. Blush. Ik doe het even zo. Blush. Er zitten wat bronzers tussen. Zo. Blush. Highlight. Nee, blush. Highlight ligt er in ieder geval ook tussen. Die ligt er tussen. Maar waar? Ja, dat is nog een grote vraag. Maar zo dus. Compact powders liggen hier. Blushes. Blushes. Nog meer blushes. Zo dus. Maar ik moet dus echt serieus even een keer bij de Action of zo even van die bakjes halen. Dat werkt veel beter. Lade 2 zijn oogproducten en lipproducten. Oh, sorry. Sorry, let niet op de rommel trouwens die je misschien ziet. Dit zijn aan deze kant, ja, ik heb het een beetje geprobeerd te splitsen, maar ja, dat wil niet. In dit tasje heb ik losse dingen zoals oogpotloden, wimperkruller, eyeliner. Je snapt wat ik bedoel. Lippenbalsems en lip ding. al mijn oogschaduws. Ik pak meestal gewoon dezelfde dingen, dus waarom ik in godsnaam zoveel heb, I don't know. Maar oké. Dus... oogschaduws en lip. Staf. Derde la. Nagellak. Belachelijk. Er liggen ook wat andere dingen in, omdat ik het gewoon niet kwijt kan meer. Zoals waterschijfjes. Mijn nagellak. Ik heb toen een hele hoop weggedaan. Dat heb je ook wel kunnen zien in de video. Dit is spray voor de dingen. Hoe heet dat? Voor de kasten. En dat soort staf. Maar ja, sommige dingen kan ik gewoon nergens anders kwijt. Dus prop ik het daar. Huidverzorging. Zowel gezicht als lichaam. Vreselijk veel. Hier heb ik allemaal maskers in zitten. En dat is echt, nou, dit is gewoon niet te doen om dit zo apart. Al mijn body butters. En dat zijn gezichtsspullen. Er zit echt wel een logica in.
Maar het is een beetje lastig om te laten zien. Body butter, body lotions en dat soort stuff. Make-up remover, crème. Doe dat allemaal maar op. En dit is een beetje de haardingen. Oh, achterin liggen nog wat dingetjes. Wat eigenlijk naar boven moet, maar dat past dan niet. En dan zijn allemaal de haardingen. Mijn föhn. Mijn, even kijken, mijn borstel die ik eigenlijk niet meer gebruik deze. Volumespray, nog een volumespray, serum. Noem dat allemaal maar op. Dus, dit was mijn make-up set, jongens. Echt waar. In de badkamer heb ik dan nog een drie dingen staan. Nee, vier. Michelin water. Tonic, reinigingsmelk. Mijn dagcreme. Oh, en een body butter. That's it. Meer is het niet. Helemaal niet zo bijzonder. Maar jullie wilden het wel heel graag zien. Ik ga even zo staan, want dan kun je me beter zien. Let niet op de bende. Dus, dan weet je dat dit het was. Meer is het echt niet. En ik hoop dat je het alsnog leuk vond. En wil je van apart iets zien, weten, weet ik veel wat allemaal. Laat even weten in de comments. Dan maak ik daar even een video van. En dan bedank je voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!